Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe kunstles en vandaag ga ik jullie de kunstwerken van Keith Haring laten zien. Je kunt zijn kunstwerken herkennen aan de poppetjes die erop staan. Hij gebruikt vaak felle kleuren en heel weinig details in zijn poppetjes. Je kan alleen de houdingen zien en de kleuren, maar je kan geen gezicht zien, je weet niet wat voor kleding ze aan hebben, je kan ook niet zien of ze oud of jong zijn of een jongen of een meisje zijn. Wat je wel goed kan zien, is wat voor houdingen en gevoelens de poppetjes hebben. Zo kun je bij deze goed zien dat ze vrolijk zijn, dat ze enthousiast zijn, dat kun je ook zien door die lijntjes erbij, en dat ze naar elkaar toegedraaid zijn en hun armen over elkaar heen hebben. Voor mij zijn het twee vrienden die elkaar lang niet gezien hebben en eindelijk elkaar weer een knuffel kunnen geven. Dit is dus een heel vrolijk schilderij, maar hij heeft ook diezelfde poppetjes gebruikt om minder vrolijke schilderijen te maken, zoals deze. Hier zie je weer dezelfde soort simpele poppetjes, maar deze lijken net of dat ze geschrokken zijn, bang zijn of misschien wel boos zijn. Ook hier zie je weer die lijntjes die aangeven dat de poppetjes bewegen of misschien wel een beetje naar achteren of naar boven gaan. En je kan door de armen goed zien hoe ze zich voelen. Het lijkt of dat hij zijn armen voor zijn mond heeft of bij zijn oren heeft. En het is dus een stuk minder vrolijk, terwijl je wel de vrolijke kleuren weer terugziet. Doordat hij zulke felle kleuren gebruikt, vallen zijn kunstwerken heel erg op. En ook legt hij heel erg de nadruk op alle verschillende poppetjes, doordat ze allemaal een eigen kleur hebben. Dit schilderij vind ik een heel leuk schilderij. Wat denken jullie dat ze aan het doen zijn? Ook bij dit schilderij zie je weer de lijntjes die de beweging aangeven. En je kunt heel goed zien dat alle poppetjes een andere houding hebben. Je ziet aan de houdingen van de armen en de benen welke kant ze opgedraaid zijn. En je kan ook zien hoe hij de handen en de voeten maakt. Hij neemt helemaal niet de tijd om vingers te maken, maar hij geeft gewoon aan wat ze aan het doen zijn met hun handen en voeten. Doordat hij zo weinig details gebruikt, gaat de aandacht helemaal naar de houdingen en de emoties van de poppetjes. Soms maakt hij die schilderijen ook een beetje gek om die emoties te laten zien, zoals bij deze. Dan gebeurt er iets wat in het echt helemaal niet kan. Maar in zijn schilderijen kan alles. Zijn poppetjes beelden emoties uit. En daarmee gaat hij soms zo ver door de poppetjes iets heel geks te laten doen. Zo zie je bij deze dat de armen door het poppetje zelf heen zitten of dat er soms poppetjes door elkaar heen gaan. Hij doet dat dus alleen om een gevoel uit te beelden. Hoe denken jullie dat deze poppetjes zich voelen? Keith Haring is heel bekend geworden als graffiti-kunstenaar. Zo is hij ontdekt. Hij begon vroeger gewoon in treinstations en op straat met zijn poppetjes. Die tekende hij met krijt. En hij tekende dus zo dat je heel snel kon zien wat hij wilde overbrengen met zijn schilderijen. Toen hij heel beroemd werd, werd hij uitgenodigd om op muren dit soort schilderijen te maken. Zoals deze, met allemaal poppetjes door elkaar heen en al die lijntjes ertussen, waardoor het schilderij heel veel energie en beweging krijgt. Ik vind het heel erg leuk om te zien dat elk poppetje iets heel anders aan het doen is. Wij gaan straks ook aan de slag om zelf een poppetje te maken, wat ook een gevoel of een emotie overbrengt. Wij gebruiken daarvoor klei, zodat je het poppetje heel makkelijk kan veranderen. Doen jullie mee? Wat je zo meteen nodig hebt is klei, een stift en gekleurd papier in een contrasterende kleur. Dus ik heb groene klei en een oranje vel. Eerst moet je de klei goed kneden, zodat die lekker zacht is en straks goed aan elkaar kan plakken. Als die lekker zacht is, dan is het veel soepeler en hoef je minder kracht te zetten. Als je gekneed hebt, breek dan een stukje af waar je het hoofd van gaat maken. Rol een balletje voor het hoofd. Dat kan tussen je handen of op de tafel. Als je nog zo'n scheurtje hebt, dan kun je die glad strijken met je vingers. Dan heb je ook een lijf nodig en daarvoor kun je een balletje rollen. Maar je kan hem dan een beetje plat knijpen. Als je hem te klein vindt, kun je er gewoon nog een stukje aan plakken. Door zachtjes in de klei te knijpen, kun je de klei in de goede vorm krijgen die jij wil. En als het niet goed is, kun je het gewoon overnieuw proberen. Want je kan het eindeloos veranderen. Hou het hoofd en het lijf bij elkaar om te kijken of dat je de verhouding goed vindt. Misschien is het hoofd of het lijf te klein. Plak ze vast door ze tegen elkaar aan te duwen en daarna met je vinger tegen elkaar aan te smeren. Ik moet dan zelf altijd het meeste aan boterhammen met pindakaas denken. Deze klei is net als pindakaas een beetje plakkerig.
arm en benen zijn eigenlijk het makkelijkst. Daarvoor hoef je alleen maar een stukje uit te rollen. Zo, mijn poppetje heeft nu hele lange armen, maar die laat ik nog lekker even zitten. Ook voor de benen weer een stukje rollen. Zorg ervoor dat de benen ietsje dikker en steviger zijn dan de armen, want daar moet hij straks toch wel op kunnen staan. Zorg weer met mijn vinger dat het allemaal goed aangesmeerd en vastgeplakt zit, zodat het er niet meer af kan vallen. Ook aan de achterkant. Als je wil dat je poppetje voeten krijgt, dan kun je die er zelf in knijpen, zo. Hetzelfde geldt ook voor handen. Door een beetje te knijpen hier zo kun je polsen maken. Nu kan ik gaan bedenken wat mijn poppetje aan het doen is. En kan ik armen en benen buigen zodat ik knieën krijg. Kijk. Zo krijgt hij ineens een knie en lijkt het of dat hij aan het springen is. Deze nog buigen is hij misschien wel aan het rennen. Als je wil dat hij kan staan, moet je hem even stevige voeten geven. Zo. Bekijk je poppetje van verschillende kanten. En je kan je poppetje ook gewoon veranderen als je een andere houding wil. Kijk maar. Nu kan ik zijn armen omhoog buigen. Ik ga een juichend poppetje maken. Poppetje met je vingers nog mooi glad en dan kun je hem gaan bewaren voor de volgende stap. Als je poppetje klaar is, leg hem dan op je felgekleurd papier en dan kun je de achtergrond erbij gaan tekenen. Net als Keith Haring ga ik ook de grond maken door er een lijn bij te tekenen. En dan met wat stipjes erbij. Dat is de grond. Dit poppetje springt in de lucht. Been goed buigen. En dan kun je gaan bedenken waar er ongeveer wat wiebellijnen bij moeten. Er komen hier wat strepen. En hier. En natuurlijk ook om de armen. En nu kan ik een foto maken. En dan kun je je poppetje weer veranderen en hem een andere vorm geven. Ik ben heel benieuwd naar jullie poppetjes. Sturen jullie mij de foto's op? Dan kan ik ze ook zien. Veel plezier! Doei!